Beste kijkers, ik heb niets meer vernomen van de grap uit de volgende vlog. Was naamschending. Naamschending is een ernstige zaak en kan als klacht worden gezien. Ik was hier ontdaan door. Dus mensen, doe dit mij nooit meer aan. Daardoor ben ik dus een aantal abonnees kwijtgeraakt. Door deze stomme grap ga mijn kanaal niet kapot maken. Ik zal mijn kanaal behouden en doorgaan met video's maken. Fitchun Carla is terug. En ik ben blij dat het geen schending is. Binnenkort ga ik een opleiding volgen om me eigen beter te presenteren. En als ik slaag voor die opleiding, heb ik kans om een project te starten om televisie te maken. Dus ik heb 50% kans om te slagen. Maar dit is de toekomst. Voorlopig ga ik verder met video's maken. Ik wil Vlinder nog bedanken voor zijn berichtje. 10 miljoen abonnees ga ik mijn Megarising starten. En lieve kijkers, al mijn abonnees zijn mijn familie geworden. Mijn fans. Iedere vrij moment van de dag probeer ik video's te maken die jullie interesseren en wat ik leuk vind. Zo wil ik een band met jullie opbouwen, als fam. Hebben jullie ook iets te vertellen? Jullie ervaringen of suggesties? Ik kan niet zonder jullie. Dit voel ik van diep van binnen. Dat hebben jullie toch ook? Dat jullie dat diep van binnen voelen? Ik heb jullie support zo hard nodig. Om te blijven bestaan, om te groeien, om groter te worden en mijn kanaal te ontwikkelen, leuke dingen te doen en te beleven. En dat wil ik met jullie delen, mijn vreugde en mijn verdriet, vallen en opstaan, want jullie zijn mijn fam. Ik heb jullie nodig. Kijk naar al mijn video's en geef een like op alle video's. Abonneer hier en druk op die knop. Druk hier op die knop, hier. Is een fan. Ik hou van jullie. Ik zie je in de volgende video. Hoi. Oh, this new crazy mother.